Goedemorgen. Welkom bij een nieuwe weekvlog. Leuk dat je weer kijkt. We zijn net wakker. De kinderen zitten daar. Lekker op hun iPad. We zijn net wakker. De zon schijnt heel mooi. Gratulaties. We gaan vandaag, als het goed is, naar een strand die heet... Even kijken. Die heet Mahahuyar, weet ik veel. Daar komt dan. Maar ik ga me klaarmaken. De kinderen zijn klaar. Ik heb hun haartjes gedaan. Ik zie jullie straks. Ik neem jullie mee natuurlijk naar het strand. Oké, we zijn hier bij, hoe heet dit gebied? Ik weet niet, ik kan het niet uitleggen. How do you pronounce the name? Mahahual. Mahahual. Oké, zo. We zijn hier bij Mahahual. Helaas is de weer niet al te best. Lekker rondbanjeren, we gaan hier eten bij een restaurantje. Wat zei je? Ja, ik ga wel lobster eten. Ik wil heel graag al een beetje lobster eten. Dus waarschijnlijk ga ik lobster eten. Ik ga even kijken op het menu wat er staat. We zijn hier bij The Crazy Lobster. Dus hier gaan we even eten. Deze mensen maken een mojito voor jou, jongen. Daar ga ik weer. Deze dag gaat snel voor mij. Nou, mijn eten is aangekomen. Ja, ga ik eten. Ah nee, omdat het zo niet makkelijk eraf te trekken. Jawel, ik ben aan het filmen. Ja, van hem. Ja. Hij is wat droger dan ik had verwacht. Wat erin zit. Oh ja, ja, ja. Het lijkt wel die hele kleine solie van het fotootje. Oh ja, ja. Dat zo denk ik hier. Taste it. It's really good with this one. It's habanero with mango. Habanero with mango. Doe een beetje habanero met mango. Nee, is daar genoeg. Maar het is goed, right? No, mucho caliente. Oké, ik ga nacho eten met de habanero. Mango habanero. Het wordt een beetje donker. Mango habanero. I don't want to. Yes. Or is not spicy. One. This one? No. Yes. This is less spicy than that one because this is a little bit sweet. That one is definitely less spicy because she eats it and I don't think Sandy likes the other one. Okay, one drop. And it was really spicy.
I already know your spicy level. Yes. Better before I was not eating any spiciness. Okay. You won't like it. No. No, I still want to eat this. I still want to eat this. Your lip will work. No! Eat more chili. No! Get the lemonade from Cami. It's raining on you. It's raining. What's it done? Are you nervous up there? Mm-hmm. Net hebben we een leuke mooie bloemetje gekregen van de jongens. Ik heb het even gefilmd hoe ze dat doen. Super mooi, heel lief. Nana. Ik ga peddelen dan. Serieus? Ga je met z'n drieën? Wat is dit voor een kussentje? Mag ik zo'n reddingsvest aan? Uit. Je denkt dat ik Jan uit de boot gaat vallen.
middag alweer, jongens. Het is vandaag dinsdag. Eigenlijk de laatste dag dat we hier zijn. Beetje vergeten te filmen eigenlijk. Omdat we zo'n aan zin hebben. Ik hoop dat jullie me goed zien. De zon schijnt. Ik ben helemaal verbrand. Dus we hangen allemaal een beetje hier zo. Met z'n allen. Dus ik ga nu daar lekker zitten. Lekker relaxen. Lekker genieten. Nou, we hebben net lekker gegeten. Ik was het even vergeten om te filmen. Maar ik zit hier in de slaapkamer. Even alles een beetje aan het opruimen. Want we gaan morgen weg. We rijden hier om 5 uur in de ochtend weg. Nou, goedemorgen. Goedenacht eigenlijk. Het is nu 4:15. We zijn lekker aan het inpakken. Alles zit in de auto. We gaan zo rijden, want we moeten iets van 4,5 uur rijden naar de airport. Dus dit is de laatste keer dat we hier zijn. We gaan het wel missen. Wel echt leuk. We hebben al het eten die we hadden gekocht aan de lokale mensen hier gegeven. En we dachten, ja, het is zonde om hem mee te nemen, maar dat het niet gegeten wordt of alles weg te gooien. Sinds gisteren ben ik niet zo lekker. Ik voel me niet zo goed. Een beetje ziek. Dus we kijken even aan. Zuigen, mami, zuigen. Goed zo. Mami! Zuigen. Nou, we zijn er. We gaan nu naar het huis. Alles wordt ingepakt in de auto. Alles wordt gepropt. Er zijn een paar auto's aangekomen om ons te komen brengen. Dus de weer is even wat anders dan wat we even een week gewend zijn. Maar het wordt waarschijnlijk super leuk. Komt helemaal goed. En hoe? Ja. Op zijn Mexicaan. Yeah. Come.
Goedemorgen. Vandaag begint onze roadtrip. So what are we going to do with that? Wat is er dan nog? Ik heb hem een uur hard. Een uur geleden heb ik hem gereden. De bus nou, omdraaien en naar beneden laten rollen. We en gaan starten. Op een rondreis door Mexico. Maar we zitten nu in de auto en de accu is leeg. Nou, een klein beetje naar achteren om met z'n allen duwen en een rondje draaien. Dus we zijn nu even aan het proberen om te starten. Ik heb de afgelopen 2 dagen denk ik al willen. 2 dagen heb ik niet gevlogd. Nee, de auto is gestart. Ik ben super blij. Oké, we're moving. Dus we are moving. We are moving. Onze eerste stop is even mijn mondkapje. Kom maar. Onze eerste stop is hier zo bij een supermarkt. We gaan even wat boodschapjes doen. En Wouter heeft net een rode bad over zich heen gehad. Door Zelina. Nou, de slechtste weg ever. Ik denk dat die dekens al ziek zijn. Goed zo. Oh jongens. Terwijl vier keer vier dit, hè? We zitten in Ciudad Valle. Ciudad Valle is als het goed is. Een kleine dorp. Ja, kleine dorp is het niet. Een stadje. Laten we zeggen eerder een stadje. We hebben geslapen in een B&B, een klein huisje met z'n allen. Wat zeg je? Een huis van 5 personen, maar we sliepen met z'n 10 erin. Met z'n 12? Ja, met z'n 12 met de kinderen erbij gerekend. En nu zijn we onderweg naar dat waterval. Ik weet niet hoe het heet, straks ga ik de naam bellen. Gezellig. Met haar koffietje. Gewoon zit ik in mijn wimpertjes eergisteren gedaan. Ik ben er echt blij mee. Heb je toch wel even een make-up zonder dat je je make-up op hebt, zeg ik. Dus ik heb geen make-up op en het ziet er goed uit. Ik heb mijn nageltjes laten doen. Mijn handen zijn echt droog. Gemiddeld kost een voet 1500 pesos. Super mooi. Mijn schoonzus heeft het goed aangepakt. En haar zus heeft dan voor mij de design gedaan. Nou jongens, we zijn gearriveerd bij de waterval. Je ziet ze nog niet eigenlijk, maar bij de locatie waar het zou moeten zijn. We moeten even naar boven rijden en daarna moeten we 1 kilometer lopen. Ik ben wel benieuwd hoe dat allemaal gaat lopen. Tenminste is het gebied, de achtergrond wel heel mooi. Oh, wat een mooie plekje dit. Wat schattig. Niet raar hoor. Zeker niet. Kijk, niet raar. Wat een leuke huisje die twee daar. Niet raar. Tweede set. Nou jongens, de weg is heel erg hobbelig. Iemand een biertje? Nou, hij is gelijk vanaf jezelf gevallen. Oké jongens, we zijn gearriveerd. We gaan nu naar de waterval. Het is een kilometertje lopen. Kom mami. Kom. Thank you.
Jongens, even deze uitzicht. Ik ga jullie even laten zien hoe. Prachtig. Dit. Dus we stonden net ergens daar zo. Ja, even daar boven. En nu valt het water naar beneden. Ik stond bovenaan de waterval. Echt heel bijzonder voor mij, want ik heb hoogtevrees en ik zou dat nooit doen, maar hij deed het. Echt heel mooi. Gaan jullie zwemmen? Oké, schatje, ik zie je zo, ja? Nou, daar gaan we dan. Eens even kijken waar die zo lieve uithangt. Kijken. Waar is dat? Is niks extreem, maar toch wil je liever niet vallen. Hey schatjes! Moet ik voor? Ja, zeker. Ja, je moet niks, maar. Goed zo, bebe. Goed zo. Wow, die is echt groot. Laat me zien. Die is echt groot. Oh, die is zeker groot. Je wil echt niet dat die je bijt. Nee, echt niet. Daarom zei ik al, je spullen als je niet op de grond kan. Kan je toch links en rechts vasthouden, schatje? You can do it, baby. Goed, hè? Goed zo. Neem ik dat ding maar om mijn nek heen? Hè? Oké. Okay. Hola. Je ayuda? Ja, het is oké. Ja, iemand moet het bouwen. Wauw, Wim, de uitzicht, Wim. Ja, de mooi. Uitzicht. Oh, nu wordt het spannend, baby. Hè? Heet. Een beetje spanning in het leven. De trap is vasthouden. Niet meer de leuning, maar de trap. Liever. Dan ben je veel stabieler als je met je rechterhand het goed zo. Ik heb een hoogtevrees niet. Zoals je net deed. Het ging precies goed. Nee, het ging niet goed, Wout. Kan niet. Dit is zoals je niet doet, dit.
Precies zo zoals je ik doet. Ik ben kapot zwaar en ik heb ook een feest. Wacht, ik kan jouw tas bestaan, kom maar. Er is nog eentje, dit kan ik gewoon niet. Yes, with myself I can do it, but not with Selena on my back. Ik heb die tas, ik heb jouw tas vast. Dus jij kan niet naar achter vallen, want dan gaan wij trekken aan de trap, ja? Goed zo, mami. Je bent er bijna. Je bent er bijna, babytje. Goed zo, mama. Goed zo, mami! Denk je wat je moet doen als je erin komt? Paradijs! Paradijs! Hey, wat zweet jij zeg! High five! Weet je hoe erg? Ik ben supermama geworden. Geworden! Was je al natuurlijk, maar nu ben je zeg maar met een extra sterk. Trek ze een check. Ja. Wat? Een checkie. Trek ze een check. Mooi zeg, doe normaal. We zeiden we gaan naar de waterval, we weten het niet wat, hè?